Ja, ik heb niet voor niets een prijs voor voorleesmoeder, dus dat gaan we nu even in praktijk brengen. En het doet mij genoegen om te beginnen met Jeffy Meulman. Jeffy Meulman verdient alle lof voor de manier waarop hij steeds weer een nieuw publiek weet te bereiken voor het theater. Ben jij degene die vroeg waarom je genomineerd was? Ja, dat was ik. Ja, dat dacht ik al. Heel raar. Nou, dat ga ik u vertellen. Hij begon ooit als journalist, ging voor de radio en de krant werken en organiseerde feesten. Al snel wist hij zich als een voorloper in de Nederlandse muziekscene te profileren door zijn samenwerking met artiesten, merken en organisaties. Kees de Koning durft risico te nemen. Zo zette hij hiphop op de kaart als subcultuur in Nederland en richtte hij platenlabel Top Notch op. Jan van Toorn. Jan van Toorn is een maatschappelijk bewogen grafisch ontwerper met een groot beeldend vermogen. Trouw Amsterdam is naast culinaire hotspot een plek voor populaire clubavonden, een locatie met culturele, actieve en passieve hangplek van grote waarde voor zowel kunst als voor de stad. APPLAUS.